In de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen is afgelopen zondag een groot afscheidsconcert georganiseerd voor Willy Houtvast. Houtvast is jarenlang dirigent geweest van het Nijmegen Seniorenorkest dat hij ook zelf heeft opgericht. Hij is dit jaar met pensioen gegaan, op 85-jarige leeftijd. Hij speelde ook klarinet in de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. In de 23 jaar dat hij daar zat, arrangeerde hij maar liefst 250 stukken voor dat orkest. Het afscheidsconcert werd gespeeld door zijn eigen seniorenorkest, samen met het Orkest van de Luchtmacht. Zaterdag was het 11 november en de echte carnavalsfans weten wat dat betekent. Het begin van het carnaval. De 11 is het getal van de gekken, dus op de 11e dag van de 11e maand begint de carnavalstijd traditiegetrouw met het kiezen van een prinscarnaval. In Nijmegen gebeurde dat in de drukbezochte vereniging tijdens een gezellige feestavond. Daar werd de 56-jarige Peter Veel tot prins carnaval benoemd. Vanaf nu gaat hij door het leven als prins Peter II. Zo werd zaterdagavond om 11 minuten over 11 bekend. Peter is niet nieuw in Knotsenburg. Hij is al langere tijd voorzitter van de carnavalsvereniging, het Gebeste Kruxke.